Hoi, ik ben Vanessa. Op de eerste plaats de mama van deze drie jongens. Dat is Barra, Arnoud en Daan. Op de tweede plaats ben ik ook een afstandsstudent van Odyssee Hogeschool Gent. Ik volg daar de opleiding Facility Management. Zeker aan te raden, een toffe richting. Op de derde plaats ben ik ook werkzaam in Domino. We zijn vooral een woonzorgcentrum. Wij bestaan ook uit assistentiewoningen, dagverzorgingscentrum en kortverblijf. En we zijn aan het uitbreiden met Dobbelhof, onze nieuwe assistentiewoningen in Gent. In het kader daarvan, van al deze drie onderwerpen, is het af en toe nodig om eens een zucht te slaan. Naar aanleiding daarvan had ik volgend gedicht geschreven. Zucht. Examenzucht, coronazucht, quarantainezucht. Of vrolijke bijna lentezucht. Alles is te zien hoe je het bekijkt en hoe het ergens je hart en je leven bereikt. Dus zucht wanneer je kan, maak je eigen muzikale magische plan, leef je eigen wilde zucht, trouw aan jezelf, zwevend in de lucht. Zucht. Zo, ik hoop dat deze woorden jullie ergens kunnen helpen, op een of andere manier, want dat is uiteindelijk het doel. Als je woorden deelt, dat je anderen ook kan helpen met je woorden. Tot later en bedankt voor jullie tijd. Dag!